Nou, wij weten dat deze opname, zeg maar, dat die door een sampler aangepast kan worden, dat die in stukjes gehakt kan worden. Ja. Sowieso dat er alleen maar citaten uitgebruikt worden, dat weten we al bij de opname. Wat is er dan echt aan? Per definitie is het een klein stukje uit een puzzel. Maar de off-the-road documentatie kan zich wel bedienen van verkeerde media. Off-the-road opnames die zitten er net naast, zo zou ik ze willen definiëren. Die gaan rondzingen of daar zit veel ruis tussenin. Die geven zich als het ware al direct over aan het vergelen en verbleken van de boodschap. De naakte data zijn voor ons een gruwel. Ja, het is een wolk eigenlijk, die esthetische wolk die er omheen hangt. En misschien verdwalen ze wel in die wolk. Nee, gaan ook niet op afstand staan om er nog iets van te kunnen snappen. Ronddolen in die enorme wolk van data die overal omheen hangt. Wat anderen misschien zullen zien als ruis. Ik vind dat er een heel belangrijk wetenschappelijk aspect aan zit. En vooral ook naar de hedendaagse schakelingen tussen verschillende media. Hè, die ook al weer in dat enorme pakket wat esthetisch tot ons komt. We zitten alweer in een environment waarin een heleboel verschillende apparaten aan elkaar gekoppeld zijn. De Off the Road documentatie onderzoekt heel duidelijk die schakelingen. Dat systeem nog meer verhuld worden, nog verder op de achtergrond komen. Wat de Off the Road de documentaire doet, is waarschijnlijk verkeerde mediaschakelingen aanbrengen in eerste instantie. Dus, en datastromen omkeren, uitdrogen, opblazen of juist op gang brengen, kortsluiten, om te kijken wat er nou gebeurt. Als je van dat pad afwijkt, dan begint het al dat je een aantal pluggen waarschijnlijk uit de stekker trekt. Nou, de generatie die 10 jaar ouder is, of onze ouders en grootouders, daar gewoon niet naar kunnen kijken. Omdat ze gewoon blind worden gemaakt. Omdat ze niet tegen die esthetiek kunnen. Tegelijkertijd wordt die esthetiek onmiddellijk overgedragen op het 8-uur-journaal. En worden ze wel veroordeeld om daarnaar te kijken. Daarom worden we ook altijd zo uit balans gebracht. Omdat de media in principe een zeer revolutionaire tak zijn. Tegelijkertijd moeten we zeggen dat er zich daar inderdaad de macht centreert. Voor de Off the Road documentaire kunnen we in ieder geval zeggen dat hij zich zeer bewust is van het feit dat hij in de data afval van anderen grabbelt. Ja. Ja. En we kunnen dus niet zeggen, en dat is onmogelijk, dat de Off the Road documentaire nieuw materiaal oplevert. Die data handschoenen en zo vandaan. Maar het is ook, ook de cassette recorder en de bandrecorder hebben een militaire oorsprong. Er is een primaat van die techniek. Nee, die is zich bewust van het gebruik van zijn apparatuur, in tegenstelling tot anderen. We kunnen het erover hebben of die Off the Road documentary een subversieve inhoud heeft. Ja. Toevallig weet ik dat de meest sophisticated patapoe-programma's in studio's elders worden gemaakt, waar men zich bedient van goede apparaten. Dat horen de luisteraars ook, die weten dat. Die zijn niet helemaal gek. Het is dus maar een nieuwe, goede studio, gecombineerd of aangesloten op een zeer krakkemikkig toestand. Dus ook hier hebben we weer zo'n mediakoppeling. Dat is waar. Ik bedoel, Patapoe zal nooit andersom rennen. Zal nooit beginnen in een nieuwe studio, maar hij zal altijd een kort bezoek brengen aan een high-tech studio. Misschien iets meenemen. Ja. Nee.
gebruik van techniek is op zich is helemaal is niet subversief. Op geen enkele manier eigenlijk. Maar het oude werkt sowieso altijd. En dus het kan al snel charmant worden. Elementaire toestanden. En het gevaar om terug te gaan, om terug te vallen in een nostalgie naar de elementaire media is het gevaar van de jaren 90. En wij vinden dat prachtig. Dat waarderen wij. Dat is een zuiver medium. Het hacken van de ether. Als beheerder van het radio-erfgoed. Of de rood documentaires wijden zich natuurlijk ook aan oeverloos geklets. Lullen. Is het kut. En voor mij ook de Off the Road documentary. Die gewoon de tijd neemt. Hè? Die verdwaalt. En dat zegt het al. De Off the Road gaat verdwaalt. Die verdwaalt dus ook in de tijd. Mm-hmm. Niet alleen in de ruimte. Dat die zomaar in allerlei andere sferen terechtkomt. Waar men zich nog overgeeft aan het tijdsdictaat van de heersende klasse. Nee, helemaal niet, want de Off the Road documentary is zich juist bewust van de montage. En het is vervuilend eerder. Het is absoluut vervuilend. Ik kan er wel erg om lachen. Omdat als ze een kamer inloopt, onmiddellijk naar de televisie te hollen. Om met een televisiecamera te onderzoeken wat er op die televisie is. Natuurlijk kan die bij tijd en wijle onscherp zijn. Game over. Mich deine Knöpfe sehen, wie sie glitzern. Metall macht mich so kalt. Komm, press dich an mich. Noch mehr, noch mehr. Ich will deine Tastatur streicheln. Ganz langsam. Bewegende Lichtquellen. Schimmern und sie flimmern. Das zieht mich an. Short hist of irony. The call for a new world order has culminated into a hype recently, but this hype was only short-lived. The world is already perfect. Everything has to change, but not now and here. The idea of change as structural, conscious, and radical transformation has been dumped. There is no inert situation. Change is now the realm of uncontrollable forces. Prices are skyrocketing. Technology explodes, environment decays, only the old survive, and the world is melting. Management has taken the place of process of change. Management has taken the place of process of change. Pity there's nothing to do against this, but there's one comfort. Because everything is rotten, there's no need for despair. The continuing misery is one of the few certainties left. One learns to live with agony and dubs it the situation. The state of being goes on and on. The reflective character of heavy metal lyrics is the true expression of the moral meaning of the current situation. A more actual and accurate description of the world as hell has not been given since Schopenhauer. I see the world old, I see the world dead. Just compare the lyrics of Slayer's
behind the crooked cross with Schopenhauer's Parega en und Paralipomena, zweiter band, paragraaf 168. With their so-called voices from the grave, the singer of these bands sing, no, scream out their epistemological and apostolic thoughts. They don't evade any existential or other world essential problem. Only those who have never heard Just Let Me Rot from Pungent Stance can claim the death of philosophy. While everybody was scared for the atom, hydrogen or neutron bomb, there was punk, with the increased chances of neighborhood gore being slaughtered with an electronic kitchen knife or an immediate dioxine intoxication. Death metal is the only appropriate musical frame. Now we take you down the far corners of human mind, and we get lost and found in the many streets and alleys of a city called religion. Damn blasphemic sons of bitches.